Het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, heeft tot 19 januari 26 positieve denguegevallen gerapporteerd. Dit aantal is bijna evenveel als het totaal aantal gerapporteerde gevallen van 2019. Het BOG belegt morgen een persconferentie over deze gevallen en de alarmfase waarin Suriname nu verkeert. Volgens haar heerst er namelijk in Brazilië, Venezuela, Guatemala en Mexico een ernstige dengue-epidemie. Het bureau laat weten dat de meldingen voornamelijk in Paramaribo voorkomen. Het BOG zegt verder dat zij en het ministerie van Volksgezondheid op scherp zijn en de situatie goed in de gaten houden. De artsen, ziekenhuizen, laboratoria en polyklinieken zijn vanaf begin december 2019 opgeroepen alert te zijn omtrent het dengue-virus. Daarnaast zijn zij geïnformeerd over de nodige maatregelen die getroffen moeten worden om de juiste zorg aan patiënten te bieden, maar ook om alle dengue-casussen te melden bij het BOG. Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, veroorzaakt vaak geen symptomen bij patiënten, maar kan heel gevaarlijk zijn. Er is geen vaccin en geen medicijn voor dengue bekend. De beste manier om deze ziekte te voorkomen is om broedplaatsen op te ruimen en watervoorraden af te dekken en ervoor te zorgen dat men niet geprikt wordt door muggen. Overheidsdiensten helpen ook hieraan door onder andere de omgeving van de gerapporteerde adressen van alle dengue-gevallen te bespuiten. Ook wordt er voorlichting gegeven en worden grof vuil en huishoudelijk afval ingezameld. Onze nieuwsdienst heeft contact opgenomen met het BOG. Het instituut verklaart dat de samenleving verder geïnformeerd zal worden over het voorkomen van dengue.